Hallo, leuk dat jullie kijken naar mijn nieuwe video's. Ik ga vandaag tekenen. En ik doe dat in een boek natuurlijk. In een kleurboek. En ik gebruik stiften van de Action en een kleurboek van de Action. En nu laat ik zien welke kleurboek ik gebruik. Het zijn met unicorns. Met paarden en met ezels. En hij is van de Action. En nou ga ik jullie even neerzetten, want anders kunnen jullie het zien. Ja. Het eerste wat ik ga doen is een tekening uitzoeken. Begin met een unicorn. En dat is deze. Gebruik de roze stift. En daar doe ik de ogen van de unicorn mee. Onderkant doe ik blauw. Even de stift terugleggen. En zo ziet de stift eruit. Wat zou ik nou doen? De bloemetjes. En die maak ik paars. Best wel een beetje een bijzonder paars. Een beetje roospaarsig eigenlijk. Er zit een paarse dop en het is roos. Dun 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 dun. Nou, ik pak nu even snel een andere stift, want deze punt, die gaat er dus steeds uit. Ik vind dat niet fijn. Ik pak even een andere stift. En dan pak ik een beetje donker roze. Nou heb ik één bloemetje af, nog vier bloemen te gaan. Wat zou ik nou voor kleur doen? Geel. Yellow. Jullie kunnen geluid op de achtergrond horen, maar dat zijn de buren. En die schreeuwen heel erg. Nou pak ik een beetje goudgele. Drie bloemen gedaan, dus nog twee te doen. Ik doe nou paars. De camera lijkt het blauw, maar het is paars. Sorry daarvoor.
best wel kort. Ik moet even het dingetje fixen, want met donkerpaars zie je dat dingetje niet meer dat het echt een bloem is. Dus dan ga ik even met zwart doen. Ja. En nou pak ik lichtgroen. Op de camera is het echt een mooi lichtgroen, maar als je het zo pakt niet echt. De bloemen zijn gedaan en nou het gras met hetzelfde groen. Eén gras gedaan, dus nog vier te doen. Vier gedaan, drie gedaan, dus nog twee te gaan. Ondertussen eet ik druiven. Vijf gedaan, dus nog nul te doen. Nou ga ik door naar de manen en de staart van het unicorn. Yummy. Nou pak ik bruin. Ik ga even op kijken als dit wel echt bruin is, want het lijkt een beetje paarsig meer. Dus even kijken als ik een papiertje kan pakken waar ik het kan proberen en elkaar gewoon aan de zijkant. Het is niet echt bruin, het is meer heel 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 donker paars lijkt het wel meer, dus dat moet ik niet hebben. Is eigenlijk wel bruin. Nou, ik gebruik deze bruin gewoon. De kleurplaat is niet helemaal af, maar de manen die ben ik nou aan het doen. Jullie kunnen dingen op de achtergrond horen, maar daar moeten jullie niks van aantrekken. Thank you.
ga hem even op pauze zetten, want zo kan ik niet door, want het duurt nog wel even. Dus de eindresultaten zien jullie zo. Dus tot... Ja. Daar ben ik weer. Deze heeft mijn bonusmoeder getekend. Een soort van robotvogel. Die van mij is nog niet klaar. Sorry. Die van mij is nog niet klaar, maar dat zien jullie zo meteen. Dus tot zo. Voor de kleur van de unicorn maak ik... Ja, het lijkt blauw op de camera, maar het is paars. En nou ga ik de lijf tekenen, maar die eindresultaten zien jullie zo. Dus tot zometeen. Voor de hoeven gebruik ik deze hele donkere roze. En de eindresultaten zien jullie zo weer. Zoals altijd. Ja, nou heb ik hem dus af. Dus het eindresultaat zeg ik nu aan jullie. Maar op het paarse, die deed het niet zo goed. Maar die vond ik wel echt heel mooi bij een unicorn staan. Dus die heb ik gewoon heel licht gekleurd. Daarom zie je ook nog wel wat witte stukjes erdoor. Maar let daar alsjeblieft niet op. Ik kruip hem wat naar achter. En dit is het eindresultaat. Sorry. Dit is het eindresultaat dus. Ik hoop dat jullie het mooi vonden. Nou sluit ik de video af. Maar ik ga nog even een like voor vandaag doen. Dat is, ik hoop dat ik de 10 of de 15 likes kan krijgen. En abonneer alsjeblieft. En druk op het belletje. Want dan misschien ben je wel de eerste die bij mijn video's kijkt en een like geeft. Dus dat wil je natuurlijk wel hebben, toch? En nou sluit ik hem af. Dus tot de volgende vlog. Doei!